Welkom weer bij Rondje Parklaan. In de vorige aflevering praten we erbij over de werkzaamheden aan de Edeseweg en de Bennekomseweg en wat dat betekent voor jou als weggebruiker. In deze aflevering nemen we een kijkje bij andere plekken waar de Parklaan komt te liggen. Want die komt helemaal van hier bij de rotonde bij de N224 tot aan het viaduct bij de A12 bij Bennekom te liggen. Nou, vandaag neemt Mark van Aannemer van Gelder ons mee op pad. Mark, waar staan we? Nou, we staan op de Parklaan, de hoogte van de nieuwe Zernelaan. We zijn hier alles aan het klaarmaken, zodat we kunnen gaan asfalteren. En alles klaar te maken en open te kunnen stellen voor het verkeer. En wat betekent het nou voor de nieuwe Kazernelaan? De nieuwe Kazernelaan ligt hiernaast. Die wordt straks fietsstraat. En het autoverkeer wat nu daar rijdt, het is de bedoeling dat het op de nieuwe Parklaan gaat rijden. Nou, er worden hier best wel wat bomen gekapt. Blijft er nog wel een beetje groen hier? Ja, we plaatsen als heel snel alle groen ook weer terug. Dus we proberen zoveel mogelijk bomen te poten ook weer. En zo snel mogelijk. Wat wel leuk is om te vertellen, we zullen een aantal bomen al naar voren halen. Dat zijn voornamelijk de hopoverbomen. Zoals dat mooi heet, dat is voor de vleermuis. Dat die, we hebben op sommige plaatsen door het kappen van de bomen de routes doorbroken. En door het terugplaatsen van grote bomen zou deze weer worden hersteld en kunnen ze straks als ze uit de winterslaap komen weer gewoon gebruik kunnen maken van de vliegroutes die ze altijd gebruikten. En wanneer is deze weg nou klaar? Wanneer kunnen mensen daar overheen rijden? Nou, dat zou medio juni zijn, is de verwachting nu. En waar gaan jullie daarna aan het werk? Wat gaan jullie daar doen? Dit deel zullen we als eerste klaar hebben als het goed is. En dan gaan we het stuk afmaken, we maken de hele Parklaan af. En dan gaan we door naar de andere delen waar we nu ook al wel aan de gang zijn, maar dat is voornamelijk kabelsleiding. En dan zullen we daar de weg aangelegd. Mark, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, hier zijn we een fietstunnel aan het realiseren, waar straks de fietsers onderdoor fietsen. En waar het autoverkeer van de Parklaan overheen gaat rijden. En nou heb ik zelf niet zoveel ervaring met het aanleggen van tunnels. Is dat nou moeilijk? Nou, het is best wel een complex klusje. Je hebt een toe- en afrit nodig ernaartoe en dat neemt heel veel ruimte in beslag. Dus dat is eigenlijk het moeilijkste qua inpassing. Ja, en het bouwen zelf is ook wel complex met heel veel wapeningstaal en wat allemaal met de hand erin gemaakt wordt. En dat is toch wel echt een ambacht, om zo maar te zeggen. En wat vind je nou het leukste aan zo'n klus? Nou, als die klaar is. Ja, dan, zodat je er zelf doorheen kan fietsen. Ja, dat de fietsers veilig aan de overkant kunnen. Dat is altijd mooi. Ja, het is ook het werk zelf is ook heel mooi om te zien. Het is ook wel mooi om te zien dat er eerst niks is en uiteindelijk dat er een mooie veilige fietsoversteek is, zeg maar. En wanneer is die fietsoversteek klaar? De verwachting is medio mei. Nou, mooi, ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel. Nou, dat was hem weer. Zoals je ziet wordt er op veel plekken tegelijkertijd hard aan de Parklaan gewerkt. Heb je nou een vraag voor ons? Laat hem achter in de comments en wie weet behandelen we hem in de volgende aflevering. En wist je trouwens dat er nog een razende reporter van de Parklaan is? Coole Michael maakt hele mooie beelden. En als je in de comments kijkt, zie je een link naar zijn kanaal. Tot de volgende aflevering.